de eerste meters van Mieke als chauffeur. Deze dagen voel ik me af en toe iets minder stoer. Ik ben Mieke. Voor 2 jaar naar Bhutan als psycholoog om hier te werken voor de Youth Development Fund. En ik heb met me meegenomen deze liefste man van de wereld. C'est moi, Pieter. En de cameraman van dit moment is Kai. Kom je even bij, Kai? Hoppakee! Hey. Straks de trotse broer van 1 klein broertje of zusje. Kijk lekker mee. Elke week via Happiness verschijnt er een nieuwe vlog met nieuwe reflecties en mooi Bhutan materiaal. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Dat in het teken staat van hoe rijd ik een auto in Thimphu volgende week als mijn man er niet is. En dan zou je denken, zo moeilijk is het toch niet? Een week alleen, kind van 2, 33 weken zwanger. Maar dan moet je even plaatsen dat je in Bhutan bent. Alle wegen zijn schuin. De auto is ontzettend groot. En het is niet zo makkelijk als in Nederland dat je je kind even in de kinderwagen doet. En dat je eventjes gewoon van de ene plek naar de andere plek gaat. Of even op je fiets stapt. Zou ook lekker zijn. Nee, alles moet met de auto. Handrem is zwak. Dus ik moet op alles letten. Dus ik vind het nogal een uitdaging. Ik stap niet hierin. Maar aan de andere kant op de rijden ook nog eens andersom. Dus we gaan kijken hoe dat gaat lukken. De eerste meters van Mieke als chauffeur. Dat is op zich wel relaxed als je dus afhankelijk bent. Dependent man van. Dan kan je ook gewoon jezelf laten rijden. Dus dat is wat wij hier doen. Lekker door de bergen aan het oefenen. En Mieke doet het buitengewoon goed. Vind je het een beetje leuk, Mieke? Ja, ik begin er feeling in te krijgen. Het wordt leuk. Het is mijn land. Ja, land. Bijna geen tegenliggers. En als ze er zijn, dan rijden ze ook 30, net zoals ik. Heerlijk. Kai is gisteravond ziek geworden. Alleen maar aan het overgeven. Pieter is vanmorgen op trek gegaan. De wasmachine is vanmorgen te stuk gegaan. En dan denk ik, welkom in Bhutan. Hoe doe je het allemaal? Maar heel veel gaat ook weer heel makkelijk, want de elektricien is er nu. De bovenbuur heb ik eventjes gevraagd van, jongens, ik ben de hele week alleen. Kai is ziek. Als er iets is, kan ik jullie even benaderen? Nou, dat was ook allemaal goed. Dus dan ben je toch in een paar uur tijd in de ochtend alweer heel veel stappen wijzer. Dat merkte ik sowieso wel meer, ook als je nu weer richting vertrek gaat. Dat je beseft van, wat is het een luxe hoe we het in Nederland hebben. Hoe wij familie en vrienden hebben die met Kai willen zijn, die ons willen helpen. Daar ben je hier echt veel meer zoekende in. En dan denk je, ja, dan hadden we een nanny kunnen nemen. Maar dat is het ook allemaal net niet. Dus dat is wel echt nog een zoektocht. En dat is ook wel gelijk het besef van wat je denk ik wel vaker hoort, maar nu voel ik het ook zelf heel erg van, wow, wat mis je dan vertrouwde mensen om je heen? Gewoon om op terug te kunnen vallen op dit soort momenten, want dat heb je hier niet opgebouwd in 2 maanden. Maar goed, Pieter is een schat, die voelt zich natuurlijk hartstikke bezwaard dat hij weggaat nu, maar ik denk dat het goed komt. Dus dat is de andere kant van hier zijn. Het gemis voelen op dit soort momenten. Deze dagen voel ik me af en toe iets minder stoer. En dan kan ik soms echt zo'n miep zijn die het niet meer weet hoe of wat. Dat ik bijvoorbeeld me had voorgenomen om met de auto Kai naar de crash te brengen. En dan maak ik het mezelf zo ongelooflijk moeilijk met van die kleine dingen. Ik zie allemaal doemscenario's. Dat ik ergens vast kom te staan of half in een greppel beland. Kai die door de voorruit vliegt, want we hebben geen kinderstoeltje en alleen maar voorin gordels. Hier wil ik ook lopen. Het is prachtig. Waarom zou ik in die auto stappen? Maar dan heb ik bedacht, het moet, want dan ben je een onafhankelijke vrouw. Iets wat ik echt moet loslaten, want Pieter zei ook, schakel alles in. Bel een taxi, wat maakt jou het uit? Dus niet altijd zo stoer. En nu ook maar eventjes moeten toegeven dat ik niet kan leven zoals we hier met z'n drietjes leven. Maar dat het gewoon even iets anders is. Wat ook weer goed bij mij past. Dus dat mag ook. Aangekomen bij dag 4 van het alleen zijn. Ik tel geloof ik nu niet meer in dagen van Bhutan zijn, maar dagen van zonder Pieter zijn. Vandaag is het me gelukt om met Kai lopend te vertrekken tot we de eerste taxi zagen. En nu zijn we aangekomen bij het speelveldje. Ik merk ook steeds meer, nu je weet dat je over een paar weken weer in Nederland bent, dat ik echt zo kan uitkijken naar een verse vis en een café met sfeerlicht. Naar gewoon op mijn fiets stappen. Oh, mijn hemel. Dus dat is wel echt even heerlijk.
Kai en ik lopen samen het huis uit. Nadat het de ontdekking was dat het eigenlijk best makkelijk ging. Gaan we nu even onszelf tracteren op wat eten bij de Koreaan. Dat is wat mij betreft het lekkerste restaurant van Thimphu. En toen ik Pieter aan de lijn had met al mijn troubles, zei hij... Verwen jezelf nou maar, je bent ook zwanger, dus je moet gezond eten. Dus we laten de auto lekker staan, maar daar word ik alleen maar zenuwachtig van. Dat ding daar. En we gaan lekker even lopen totdat we een taxi zien. En dan betekent eigenlijk dat we dit weggetje afgaan. En dan daar in de verte de bocht pakken. En dan meestal heb je wel binnen 10 minuten een taxi. Dus we gaan het merken. En het is gelukt. We zitten in de taxi. Yes man. Dat viel alles mee. We zitten aan het ontbijt op zondagochtend en dat kan weer lekker buiten. Ik heb Kai lekker boetenees aangekleed, omdat het lekker makkelijk is. Hey, doe maar. Ja. En gisteren liep wat anders, want ik ging dus naar de Koreaan. En toen werd ik gebeld onderweg door hier wat, dus een Duits stel met een kindje van ook 2 jaar oud. Van wij gaan naar de Japanner, ga je mee? En dat vind ik wel mooi hoe de kosmos werkt. Van als je je ergens toe kan zetten om gewoon wel lekker erop uit te gaan, dan komen dingen ook weer op je af. Dus toen ben ik uiteindelijk met hun gaan eten. Er kwam nog iemand bij, dat was een vriend van hun. En die was een tijd weg geweest en die was nu weer even terug. En die vroeg aan haar van, ben je het hier nog niet zat? Want zij zit hier al 3-4 jaar. En toen zei ze van, nou, als ik het zat zou zijn, zou ik hier niet meer zitten. En wat ik het meeste waardeer in Bhutan is de tijd die je met elkaar doorbrengt. Je merkt gewoon ook nu in zo'n weekend. Je hebt niks gepland. Niks wordt er van je verwacht. Niemand verwacht dat je er bent of plant iets met je. En dan kan je dus gewoon eerlijk de tijd nemen voor alles. We lopen uit het Ambient Café. En ik heb net eventjes met mijn moeder gebeld, die altijd erg uitkijkt naar de vlogs. En nu weer heel blij was met deze volgende vlog. Dankzij deze heerlijke camera die ik eigenlijk overal mee naartoe neem en daardoor alles kan vastleggen.